Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe video van Overwatch. We gaan wederom de Weekly Brawl doen, aangezien het wel heel erg leuk was, dikke chaos en dergelijke. En het leek me leuk om het deze keer met Junkrat te doen. Nou, zijn normale abilities niet zo heel erg boeiend, dat is gewoon een trap en dergelijke en een of andere bom. Die krijg je sowieso al heel erg snel terug. Dus qua dat helpt het niet echt in de Weekly Brawl, maar op zich zijn ultimate, die band is wel heel erg chill. En gewoon als character zijn is hij behoorlijk chill. Dus het leek me wel leuk om deze keer met Junkrat te gaan spelen. Dan hebben we ook nog een beetje variatie. De vorige keer hebben we dan met Tracer gespeeld. En ja, die hebben we al een keer eerder ook behandeld in de video. En ik wil het wel een beetje gevarieerd houden voor jullie. Want anders dan kijk ik continu naar hetzelfde character. En dat is denk ik wel een beetje saai. En het is payload gedeeld met capturen. Wat ze moeten doen is eerst dit capturen. En als het gecaptured is, dan moeten ze vervolgens deze auto naar weer een objective brengen. En ik vind het persoonlijk best wel een coole game mode. Ik vind dat leuk bedacht. Gewoon een mix. Het werkt ook wel lekker. We gaan dit alvast even vernachtelen. Dan kunnen we tenminste er voorbij schieten. Met onze mooie grenade launcher. En ja, ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen, dit potje. Ik hoop een beetje goed. Het zou natuurlijk leuk zijn als jullie een beetje goede gameplay hebben. En dat was een Tracer. Die zal zo meteen nog wat boven komen hier, denk ik. Of via de andere kant. Ook, hallo, Reaper, meneer. Oh, get wrecked. Trapped. Oh, motherfucker. Ik heb mijn band al. Zoiets. Ik weet dat het echt een domme plek is om te gaan staan. Maar er zijn gewoon even twee mensen dood doorgegaan. En ik weet niet hoe het hier verder gaat. Dan hebben we die bitch dan. Ga eens dood, jongen. Echt. Ik moet AP hebben ook. Maar op zich ging dat nog redelijk goed. Nog niet alles te klagen. Waar is die fucking tuurt gebleven? Uh-oh. Dat is niet zo best. Justice range from above. Ga maar even dood. Dank u. Oh, mooi. Die is neer. Oh, er komt sowieso een dude in mijn rug, denk ik. Yep. Oh, die is bijna dood, oké, die man. Au. Ik kan trouwens ook doodgaan door mijn eigen grenade, zeg maar, die ik afschiet. Daar moet ik ook een beetje op letten. Want ik rende heel mooi naar binnen ook. Maar dat is nog wel een belangrijk iets, zeg maar. Dat je niet doodgaat door je eigen fucking grenade. Voor de rest vind ik Junkrat echt wel een fijn character. Waarom? Omdat je gewoon vol kunt sprayen. Dat is het hem ook meer, denk ik. Wat je dus kunt doen, je weet dat iemand ergens zit, zeg maar, zoals nu ook. Wat je doet is gewoon klik, klik, klik. En je raakt vast wel iets met een beetje geluk. Als je tenminste een beetje voldoende mikt. En ja, ik weet niet. Op zich vind ik dat juist wel heel erg chill eraan. Dood, Tracer. Kijk, maar hetzelfde met die Tracer. Die rent dan rond. Maar omdat jij gewoon keihard fucking grenade spamt. Die vliegen overal naartoe. Dus eigenlijk creëer je een soort mijnveld, zeg maar. Waar zelfs Tracer doden gaat. Dus dat is denk ik ook een reden waarom ik het zo chill vind. Het is niet echt, ja. Skillful, maar. Het doet zijn werk. Oh, hallo. Doei, doei, doei. Fuck jou met je doei, doei, doei. Oh, hij leeft nog. Hij is erachter. Hij heeft geen AP en hij. Als het goed is, tenminste, maar zo. Hij hoort bijna dood zijn. Oh god. Weg hier. Ja, mooi voor je Justice Range from above, mevrouw. Ik ga even mijn bandje gebruiken. Waar zijn de enemies? Ik heb geen idee. Daar is een dude. Hallo! Oh, die is wel gehit voor de helft AP eraf. En als je dan nagaat dat die man op dit moment volgens mij iets in de 1000 AP heeft bijna. Aangezien het natuurlijk Weekly Brawl is en je een dubbel health hebt ook. Gaat dat wel lekker snel. Kijk, ze nou ook gewoon op de trap blijven staan. Gewoon sprayen met grenades en krijgen wel een paar hitmarkers. En dit is eigenlijk gewoon een beetje een noob character dit. Misschien vind ik hem daarom ook wel chill.
En het doet me denken aan de Joker. De Joker is gewoon fucking awesome van Batman. Ze hebben zelfs een skin volgens mij die er wat op lijkt. Dus. Auw. Wij kunnen net zo hard doodgaan natuurlijk door andere explosive dingen. In ieder geval Farrah. Hoe gaat het verder? 7 om 2. Redelijk goed. Objective time voor mij is echt waardeloos. 4 seconden. Dus dat is nou niet echt super. Maar het komt helemaal goed. Nu met de payload wordt het denk ik wel iets makkelijker. Ik flikker mijn trap hier neer. Ergens. Hier lekker in het donker. Valt nog niet zo hard op denk ik als je er binnenkomt. Nee, dat valt niet echt op. Je ziet die ring maar. Ik denk dat mensen er wel snel in lopen. Komen ze er al een beetje aan? Ja. Oké, dan gaan we die band vanaf hier gebruiken. Zullen we kijken of we iemand kunnen killen ermee? Ik weet dat ik in de muur vast zit. I know. Ah, kut, sorry. Het kut is, als ze erop schieten, dan ontploft hij niet. Dus dat is wel lelijk. Nou ja, wel logisch, maar ook wel lelijk. Oké, die is neer. Oh, Junkrat versus Junkrat. Dat is leuk. We hebben trouwens instant... Oh god. Ik weet niet wat er allemaal... Ah, la 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 la. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik heb instant dat ding weer terug. Dat is wel goed om te weten. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat het doet. Concussion mine. Pro knockback. Ah, oké. Dat ding stoot dus mensen weg. Dus het is op zich heel erg goed voor objective play. Omdat je dus mensen weg kunt stoten van de objective. Hetzelfde eigenlijk wat het ding doet van Farrah. Dus in principe hetzelfde principe. Daar hebben we Farrah. Zo, hier hebben we nog een soldier. Die man. Oh nee, gaat hij nog dood? Dank u. Waar is, daar is dat ding. Oké. Okay. Daar is momenteel niemand bij in de buurt. Dat is goed. Oh, Roadhog. Oh god. Oh god. Oh, HP. Allee, we gaan de banden even weer gebruiken. Hey, McCree. Fuck jou. Hij vloog ook al wel redelijk mooi eigenlijk. Oké. Okay. Daar zat Soldier niet meer blijkbaar. Die was daar wel. Want nadat ik natuurlijk vol zat te sprayen met grenades. Er is sowieso nog wel iemand daar binnen. Ik ga zeggen. Je hoort alle... Oh god. Je hoort allerlei mensen lopen en doen. It's high noon. High noon is mooi voor jou. Oké, mijn Gree is bijna dood. Echt bijna. Auw, kut flashbang, jongen. Oh, ik had blijkbaar wel een double kill. Wat McGree heeft, is namelijk een flashbang. En die flashbang is op zich best goed. Want je stunt gewoon iemand dat hij niks kan doen. Dus Swissy is dat wel een leuk character om de volgende keer mee te gaan spelen in Weekly Brawl. En ze hebben wat flashbangs gooien in iedereen om mensen te irriteren. We gaan eens even dood, jongen Genji. Meneer Ninja. Nee, geen belang bij. Oké. Okay. Oh boy, hij is al dood. Ik kan ook. Oh, er is iemand dood door die trap. Mooi. McGree is weer dood. Nou, al het andere volk nog. Oh. Dat dacht ik al wel. Hallo, Junkrat. Mooi. Junkrat is neer. Oh, en een van... Oh, fuck. Roadhog in de zij met zijn ultimate. Is die man al neer? Hoop het. Voor mij niet. Nope. Oh, nee. Voor mij is die man nog niet dood. Come on, jongen. Oh, band. Band. Kom op. Fuck jou. Lekker. Nog een paar seconden. Overtime. Hou die mensen weg bij de fucking auto. Auw. Kutzooi. Als zij hem nu nog cappen, dan wordt het weer verlengd. Dat zou wel heel erg awesome zijn. Man. Ik denk, gezien onze teammates in eigenlijk, dat het wel goed moet komen. Denk ik. Oké,
Oké, Genji is dan nog. Toch als Genji ook dood is. Ja, yep, Overtime die loopt terug. Oh, hij is weer contested. Damn. Vol sprayen met al de troep. Mooi, maar zo, is die dude omgelopen of was dat Roadhog die dood ging? Yeah, victory. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Prachtige eind ook. Ah, Junkrat was wel een leuk character om mee te spelen. Maar ja, dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Ik weet dat dit weer een wat kortere match was. Morgen komt er sowieso een langere video van Overwatch Online. En ja, dat weet ik nu al. Ook al moet ik die gaan opnemen nog. Maar dat komt dat Homefront al lang opgenomen is. Staat ook al lang online eigenlijk. En ik weet dat de volgende part van Homefront aardig wat problemen had, zeg maar, en heel erg kort is daarom. Dus vandaar dat ik dan een extra lange Overwatch part doe. Dus ik hoop dat je daar heel veel zin in hebt en ik hoop dat je dit alsnog wel een leuke video vond natuurlijk. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken en dan hoop ik je dus weer te zien bij de volgende video. Laters!